Walter Cruz heeft het gevoel dat hij niet snel het gespreksonderwerp zal worden op de zogenaamde juiste kanalen, op sociale media. Volgens de zanger ontbreekt het hem simpelweg aan de dues omdat hij naar eigen zeggen te saai is. In een interview met het parool dat zaterdag werd gepubliceerd, deelde de 55-jarige Cruz zijn gedachten over zijn beperkte aanwezigheid in de roddelsferen. Ik word er niet door getroffen. Ook niet echt door de tijdschriften eigenlijk. Maar ik ben gewoon saai, oordeelt Cruz. Na een optreden blijf ik nooit lang hangen. Ik duik ook nooit de stad in of iets dergelijks. Waarom zou ik? Ik ben al zo vaak weg, ik geniet ervan om thuis te zijn. Feesten en dan overmatig drinken of zelfs drugs gebruiken, zoals je wel eens hoort, daar begin ik echt niet aan. Kroes beweert dat hij alleen maar bezig is met zijn muzikale carrière en zijn gezin. Ik ben totaal oninteressant voor die juiste kanalen. Maar het is zorgelijk dat ze bestaan. Terwijl tijdschriften nog hoor en wederhoor toepassen... Gaan de juiste kanalen gewoon vol gas, zonder enige vorm van verificatie. Terwijl zijn collega's wellicht de schijnwerpers van de sociale media opzoeken voor hun avonturen en escapades, kiest Cruise ervoor om een rustiger leven te leiden, ver weg van de glitz en glamour die sommigen najagen. Zijn prioriteiten liggen elders, gericht op zijn werk en zijn dierbaren, in plaats van op de roddel en achterklap die vaak gepaard gaan met het leven in de spotlights. En hoewel sommigen misschien zijn afwezigheid in de sappige verhalen als een gemis beschouwen, vindt Kroes zijn voldoening in de eenvoud van zijn bestaan, waarin de echte rijkdom te vinden is in de momenten thuis met zijn geliefde en in zijn passie voor muziek.